Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Ruben Wolvenkamp. Ruben, je bent van Kever Jenever. Klopt. Ja, ik zei even, wat doen jullie eigenlijk? Maar het staat hier voor je. Vertel iets over je bedrijf. Wij maken eigenlijk heel lekker jenever. Oude jenever. Komt eigenlijk voort omdat wij het eigenlijk zo jammer vinden dat niemand van mijn vrienden meer oude jenever drinkt. Of dronk, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, het is nu aan een opmars bezig. Nee, 4 jaar geleden zijn we eigenlijk in een koude winterse nacht ergens in Zweden. Met een fles oude jenever op tafel met 4 vrienden. Toen, samengepaard zoals nu met wat biertjes, werd de fles toch steeds leger en leger. En toen dachten we, verrek, eigenlijk is wel heel lekker. Een lekker spul die oude jenever, maar waarom drinkt niemand het meer? En waarom is het iedereen die aan jenever denkt aan koppijn en aan zijn opa? Dat is in ieder geval wat bij ons een beetje het gevoel was. Dus toen zijn we eigenlijk, toen we weer terug waren van onze spaarcentjes, hebben we 30 recepturen ontwikkeld. We zijn namelijk op zoek gegaan naar een soort naar een meesterdistilleerder. Iemand die echt nog alles met de hand maakt. Graan, alcohol, de moutwijn, you name it. En dat zijn er niet zoveel meer. Dus ik denk dat er op één hand te tellen is hoeveel meesterdistilleers er nog zijn. Ja? De grote jongens die halen toch eerst bij Filiers in België de moutwijn en die blenden het hier samen. Zo zijn we eigenlijk begonnen. We hebben op een berg in Italië 30 recepturen ontwikkeld en geproefd. Met in ons achterhoofd eigenlijk dat we een toegankelijke oude jenever willen maken. Iemand die een vrouw van begin 30, eind 20 of een man die zegt, hey, jenever vind ik eigenlijk nooit zo lekker, maar dat die het drinkt, denk ik, oh, is eigenlijk best wel zacht, zo lekker. En want toen jullie hier al die vraag gesteld van waarom drinkt onze generatie dit niet, hoe zijn jullie naar het antwoord op zoek gegaan? Je begint vaak dan toch in een slijterij. In de slijter is het jeneverschap echt een beetje een zelfmoordhoekje. Dit voor 10 euro koop je een liter jenever. We hebben wel eens een keer met mijn kompion, zijn we gewoon 4 uur gaan zitten in die slijter. Kijken wie komt er nou langs bij het jeneverschap. En daar is dus inderdaad 90% is boven de 70, 75. En die koopt eigenlijk alles wat in de display staat. Niet helemaal de doelgroep waar wij op hoopten. Terwijl we wel om ons heen zagen dat iedereen met van die mooie vissenkommen met gin en tonics rondliep. En daar gulzig 12 euro voor betaalde bijvoorbeeld. Ja. Dus het is ook een beetje een imago dingetje. Het is een lang verhaal over hoe die markt zich helemaal kapot heeft gemaakt. Zichzelf eigenlijk. Maar zijn wij eigenlijk vooral gekeken van, prima, dat is allemaal gebeurd. We willen gewoon kijken, hoe kunnen we het weer een toekomst geven? En hoe kunnen we onze generatie weer aan de drank krijgen? Buiten dat klinkt wel zo'n mooi doel, onze generatie aan de drank krijgen. In ieder geval, uiteindelijk is het natuurlijk wel onze enige Nederlandse gloriedrank, jenever. Het is natuurlijk, dat moesten jullie natuurlijk ook allemaal ontdekken, maar jenever is natuurlijk de oorsprong van de gin en de... Sterker nog, het was in 1900 was het de meest geconsumeerde spirit ter wereld. Dat heeft wel te maken met onze historie natuurlijk, dat wij overal waren. Maar als gevolg daarvan was, voor de drooglegging in Amerika, was 1 op de 4 cocktails werd met jenever gemaakt. Dus alle goede bartenders daar ook, dat staat in alle oude cocktailboeken, die weten echt wel wat jenever is. Het is een hele complexe, mooie drank. Ja, en even terug naar de aanleiding. Je zei, twee van jouw compagnons studeerden geloof ik in Zweden, in Lund. Ja. En daar is drank niet te betalen. Klopt. Dan neem je maar de goedkoopste fles vanuit de tax-free op Schiphol mee als je er op bezoek gaat. En zo is het geloof ik ongeveer begonnen. Ja. Maar ja, ik denk dan, het gaan brouwen van je eigen jenever, dan moet je een passie hebben voor destilleren, destilleerderijen. Maar jullie komen allemaal uit een algemene studie ondernemerschap, toch? Ja, nee, dat klopt. Ja, en dan kan je 1001 dingen gaan doen en dan kies je eigenlijk voor een ouderwetse, zwaar alcoholische toekomst. Die zwaar alcoholische toekomst, dat valt dan wel mee. Maar wel een, juist omdat het zo... Waar werden jullie door gegrepen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Nou, dat we er eigenlijk achter kwamen dat het echt een stukje Nederlands erfgoed is. Want dat ga je onderzoeken, hè? Als je studie doet, dan denk je, ik wil iets... Ja, er zijn precies. De een, de man die... Oatly, die havermelk, nou, die zat ook daar. Komt ook van diezelfde school. Dus mensen, je bent natuurlijk heel erg aan het zoeken ook van... joh, wat zie je in de markt voor dingen gebeuren? Nee, die gaat de techkant op. En wij, uiteindelijk ontstaan dingen ook zoals ze ontstaan natuurlijk. Dit was gewoon inderdaad aan tafel met een gezellige borrel. Ja, maar dat snap ik. Maar dat is een startpunt. Maar daarna moet je door. Volgende dag word je weer wakker. Ja. En dan denk je ook, ja, was een leuk idee. Weet je wel. Maar weet je wel, wat heeft jullie gaandeweg die route toe aangezet om te zeggen... nee, dit is gewoon wat we groot willen maken. Nou ja, omdat je ook wel omdat we zien dat juist die grote merken... juist heel veel moeite hebben om de wat jongere doelgroep ook aan te spreken... kwamen wij eigenlijk vrij snel achter dat door middel van het er wel aantrekkelijk uit te laten zien... in een hele andere verpakking te laten zien, we kregen wel goede feedback. Dus je zag van, hey, die drankenwereld, het is een hele gekke markt. Het gaat allemaal om hele kleine marges die iedereen wil pakken natuurlijk. Maar we hebben daar op de een of andere manier toch wel een soort voet tussen de deur gekregen. Het innoverende greep ons wel aan. Zodat we hebben er wel iets unieks gedaan wat dat betreft. Omdat je maakt deze jenever, dit is een jenever, die gaat als kopstoot jenever. Zit hop in, zit banaan in, zit anders in. Nou, er is geen jenever in de wereld die dat heeft. Maar dat, binnen het spectrum van jenever kan dat wel allemaal. Dus we zijn een beetje aan het freewheelen wat dat betreft. En ik denk dat dat wel is wat de markt nodig heeft. Dus zodoende zie je je creëert wat meer ambassadeurs en die komen in restaurants en die zetten hun blikjes op tafel en een bloemetje erin. En vroeger waren dat flessen wijn en nu zie je dat er dan, dat maakt jezelf natuurlijk wel heel, ik vind dat niet even het leukste wat er is, dat je ergens een kroeg binnenloopt en je ziet in één keer zo'n blikje achter de bar zonder dat je er zelf bent geweest. Ja, en hoe hebben jullie, dus even van dat idee tot je eerste product, hoe hebben jullie die stappen gezet? Want je zei, we gingen op weg naar de meester distilleren. Ja. Hoe is die route gegaan? We zijn eerst dus inderdaad op zoek gegaan naar iemand die ons kon helpen. Want het distilleren zelf, dat is daardoor moet je echt voor gestudeerd hebben. Dat is best een gevaarlijk proces ook. En die apparatuur, als je die zelf wilt, is niet te betalen. Dus samen met Arthur Kruid is dat geweest, hebben wij de receptuur ontwikkeld. Dan ga je kijken naar verpakking natuurlijk. We willen dat het toegankelijk is, maar het moet ook opvallen. En om een eerste batch te financieren, hebben we eigenlijk ook een eerste crowdfunding gedaan. Crowdabout Now, daar hebben we geloof ik 17.500 euro opgehaald, 4 jaar geleden. Om eigenlijk de eerste blikken te kopen, de labels, alles werd nog met de hand geplakt. En daarmee gewoon, zoals iedereen begint, met een paar blikken in de tas, horeca binnentrappen, de slijters en niet opgeven. Maar dat is vandaag de dag nog niet anders. Dat hoort er echt bij. Als je dat op een gegeven moment ermee ophoudt, dan ben je ook snel klaar namelijk. Ja. Waar staan jullie nu? Je zegt 4 jaar geleden begonnen we met die crowdfunding actie. Waar staat jullie bedrijf nu? Ja, we hebben vandaag, as we speak, een hele succesvolle crowdfunding afgerond. We hebben 200% behaald met de crowdfunding. We liggen op Schiphol, achter de douane, tussen alle grote jongens. We liggen op de Gran Gal. We liggen in 5 landen buiten Nederland. Ik denk 200-300 goede horecazaken in Nederland. Dat eigenlijk. Dus, en hoeveel heb je opgehaald met die crowdfunding? Hoeveel had je nodig? 200.000 euro. Waar is dat vooral voor nodig? In eerste succesbedrag was 100.000 euro. Ja. Die we een groot gedeelte ervan hebben nodig om onze eerste 0.0 jenever te gaan maken. Omdat we eigenlijk, zoals ik al zei, echt willen blijven innoveren. We zien die trend van bewuster alcohol drinken. Ja, je zal het nu niet zeggen hier aan tafel, maar die is wel echt gaande. Als ik het vergelijk ook met mezelf, een paar jaar geleden, als ik op een verjaardagsfeestje was, dan was er echt niet 0.0 IPA beschikbaar in de koelkast. En nu eigenlijk overal waar ik kom staan de verschillende... low ABV of 0.0's en dat wordt eigenlijk ook door... Dus wachten op totdat het op gedestilleerd doorgaat. Want
we willen eigenlijk inspringen op het gat van wel de ervaring hebben om te drinken, maar niet de gevolgen. Dus stel je bent zwanger, je kan wel naar de kroeg, je hoeft niet 18 Sparrow te drinken, maar je kan echt wat doen met smaak. En het gaat ook echt om de ervaring. Dus je mixt het met tonic, er zit een mooie garnering bij en een takje munt. En er zit ijs in, dus je hebt wel het gevoel dat je mee aan het drinken bent. En dat was natuurlijk, zeg maar, dat zwart-witte was er altijd wel een beetje. Ik heb zelf ook wel eens, als je in een marathon of veel wil sporten, of dan dat je dan even niet wil drinken. Ja, je merkt toch dat het dan op een gegeven moment wel een beetje saai wordt. Het is spaarrood, dus je wil ook niet de hele dag alleen maar cola drinken. Dus dat voor de crowdfunding van groot deel. Ja, dus 0.0 jenever. Dat überhaupt? De basis is toch destilleren? Ja, dus het is gedestilleerd water. Dus wat je eigenlijk doet is... Hij is er meteen al uit. De een zegt water met een smaakje. Gedestilleerd water stop ik in mijn accu. Ja. Nee, wat je eigenlijk doet is... Je maakt een soort bouillon van macerat, dus van de tincturen. Dus je zet cardamom op alcohol 6 weken en koriander en wat je ook erin wil doen. En die gooi je bij elkaar en dat ga je uiteindelijk distilleren, zodat het wel het transparante heeft. Het is echt wel echt een uitdaging. Je hebt nu net Seedlip, misschien heb je er wel eens van gehoord. Nee. Nou, die zijn nu echt de markt echt in aan het beuken. Die zijn net overgenomen voor een groot deel door Diageo. De grote drankenportfoliohouder is dat. En die springen ook in dat gat. En wij willen eigenlijk gewoon een goede tweede worden wat dat betreft. Of in ieder geval ook aanhaken daarop. Dus uiteindelijk ben je bezig met smaken wel distilleren. Dus je wil een bepaalde basis houden. En als je die mixt, bijvoorbeeld met tonic, dat er wel een... Er kan een bepaald mondgevoel ontstaan alsof je wel een gin tonic aan het drinken bent, bij wijze van spreken. Maar zonder de alcohol. En dat is natuurlijk best wel knap. Ja. Die zit wel heel erg met de conservering. Dat is gewoon echt een uitdaging. Want normaal gesproken heb je natuurlijk de alcohol. Ja, dan ga je snel met de zuur werken. Maar je wil ook weer niet dat het een azijn smaakt. Je kan ook weer geen suiker toevoegen, want dan gaan we weer vergisten. Er zit ook wel alcohol in. Ja. Dus oftewel, ik ben al een maand bezig met onze distilleerder. En we zitten nu volgende week weer met een soort flavor instituut. Met natuurlijke aroma's. Nee, we zijn met allemaal verschillende dingen bezig. Maar begin zomer gaat hij toch echt gelanceerd worden. Ja, dus dan al. Dat is heel snel. Ja, nou, we zijn ook al wel even mee bezig, hoor. Ja. Dus we hebben nu een paar van die blind tastings gedaan op festivals. Dus dat iedereen dan 4 samples liet proeven en notes maken. En dat is op zich wel waardevol. Dus het zit er echt middenin. Zie jij voor jou, als je kijkt naar jullie producten, zie je op de lange termijn daar jullie grootste toekomst? Ja, het zou me niet verbazen als wij over een paar jaar dat het keven 0.0 bij wijze van spreken is. Zeker voor export ook. Uiteindelijk is de markt in Nederland ook maar zo groot natuurlijk. Voor ons zit daar op een gegeven moment ook wel een dak. Niet dat we dat al bereikt hebben, lang niet. Maar wil je echt inderdaad groeien en namaken, moet je gewoon wel aan het buitenland denken. En daar is denk ik 0.0 ook een mooie vliegwiel voor. Ik ben wel, want die jenever, dat is gewoon jenever. Wat ik wel interessant vind... Nee, het is niet gewoon jenever. Nee, het is niet gewoon jenever. Wat ik interessant vind is dat jullie... want we hebben heel vaak hier startende ondernemers aan tafel. En bijna altijd starten mensen vanuit een passie of een vraag of een product. Ja. Bij jullie was het dan een brainstorm van het drinken van een fles jenever. Maar jullie achtergrond, wat ik aan het begin ook al even zei, is studie ondernemerschap. Ja. Wat, ik probeer me voor te stellen, want ik heb dat zelf niet gestudeerd. Wat leer je nou als je zo'n studie gaat doen, om zo'n idee uiteindelijk tot een succesvol product te maken? Wat voor bagage heb je daarvoor nodig? Dat kan jij misschien nog wel beter beoordelen dan mensen die het gewoon maar zijn gaan doen. Ja, omdat jij de theoretische concepten natuurlijk ook allemaal mee. Ja, ik weet niet hoeveel dat er ook wel mee te maken heeft. Ik denk wel dat het je blik wel open houdt in die zin dat omdat die markt zo vastgeroest is, dat veel mensen denken van ja, iedereen die zei dat ook toen we begonnen.
Je verklaart, ja, je wordt wel een beetje voor gek verklaard. Zeggen van jenever, ja. De mensen die ervan af weten van de markt, die zeggen, nee, die komt er niet tussen. Ja, maar noem eens een paar dingen in dat proces die doorslaggevend belangrijk zijn om van zo'n idee in Zweden op een dinsdagavond tot dat succesvolle product te komen. Is het het testen bij je doelgroep? Is het het nadenken over je marketing? Is het financiering? Is het... Nou, het is voornamelijk, het is echt, ik denk dat het voor een heel groot deel is het inderdaad nadenken over de positionering. Omdat het uiteindelijk zit die hele drankenmarkt, net zoals veel andere markten, is het puur op gevoel uiteindelijk. Je bent echt een ervaring aan het verkopen. En omdat jenever dus zo weinig verandert. We waren de eerste entry bij de gewoon 24 jaar. Er is zo weinig veranderd in de flessen en in de liquid dat we dachten... Als we dan iets kunnen doen, dan moeten we volledig anders zijn. Dus dat zo'n blik, het is echt een blikvanger. Als je dat in een backbar ook ziet, valt gelijk op. Dus het anders zijn en daar scherp op blijven zitten. En daar echt focus op houden. Ik denk dat iets is wat we denk ik wel echt goed vanaf het begin hebben vastgehouden. En wat je daar ook wel leert, is het... Want verstand van destilleren hebben jullie niet. Nee, niet van destilleren en gaandeweg, maar wel de acceptatie van, hey, gaandeweg, ik durf wel te zeggen dat ik nu echt een stuk beter kan proeven dan dat ik dat een paar jaar geleden kon. Dat je gaat veel dieper op bepaalde smaken in. En wat wij hebben gezegd, van, we willen gewoon liever dan een aantal dingen echt goed doen, dan wat je ook veel om je heen ziet. Iedereen zegt, nou, we willen gewoon alles tegelijk gaan doen. En die focus op eerst zeggen, nou, eerst willen we, de liquid moet goed zijn, dan... De uitstraling, de packaging. En dan voornamelijk, voor wie is het? Voor wie is Kevin Never? Ja. Dat is natuurlijk best een belangrijke. Die is niet voor mensen eigenlijk ouder dan 45. Tuurlijk, als ze het lekker vinden. En het zijn Never iets, dan vind ik dat hartstikke leuk. Ja. Maar we hebben echt de focus op 28 of zeg 25 tot 40. Om en nabij. En dat ik vind het eigenlijk best lekker. Ja, sorry, ik ben met de oud. Ja, ik neem ook nog een slokje. Ja. Hey, maar als je dat zegt, hè, van... Dus wat is nou het verschil tussen die groene en die... Sorry, dat ik je onderbreek, en die oranje? Ja, moet je proeven. Dit is in iets meer een we noemen de originele. Dit is een oude jenever. Deze hebben we eigenlijk ontwikkeld. En dat is natuurlijk ook wel leuk, van als je gewoon zelf aan het ondernemen bent, je gaat ook dingen doen die je zelf wel leuk vindt. Ik vind het kopstootritueel namelijk heel leuk in Nederland. Dus deze jenever hebben we eigenlijk ontwikkeld om als kopstootje. Dus hier zit hop in, banaan, anders als je dit naast een speciaal biertje. Nou, met deze is gaat die denk ik ook wel goed proeven. Ja, er komen bepaalde smaken, die komen heel erg naar boven, die kunnen in elkaar versterken. Het is een soort contrast wat je op kan doen, harmonie. Ja. Net zoals dat je in de chique restaurants food pairing hebt met wijnen en cocktails, is eigenlijk, vind ik, een kopstoot, een soort sophisticated kopstoot, is niet anders. Ja. Hey, Johan Schaap, die stelt nog een vraag op Twitter, en jij was bezig aan een vraag, dan ontbrak ik je. Johan, die vraagt, wereldwijd heb je maar een paar grote drankbedrijven. Eigenlijk, hè, dat is enorm gecentraliseerd. Kun je zonder die clubs groeien of moet je TZT toch aansluiten of later overnemen? Ik denk wil je echt stappen maken, dat kan niet zonder een van die grote jongens aan boord te hebben. De marketing en distributiepower die zij hebben, dat kunnen wij gewoon, en dat lukt gewoon niet. Of het gaat heel lang duren. Dus dat is ook wel een beetje waar wij natuurlijk naartoe gaan. Dus je zegt van, hé, je wil gewoon wel waarde kunnen creëren. En toch ook laten zien aan die jongens. Omdat, en dat is iets wat wij wel veel terugkrijgen, is... Wij zijn heel erg te stretchen. Wij kunnen nog alle kanten op. Wat jij al zegt van, ja, voor je het weet ben je een 0.0 bedrijf. Nou ja, ga tegen Bols vertellen dat zij binnen een jaar een 0.0 je neemt. Dat gaan ze niet zo snel doen, denk ik. Nou, dat is hetzelfde als tegen Shell zeggen dat ze moeten stoppen met olie en gas. Ja, of dat ze die compensatie moeten doen, toch? Ja. Die cent per tankbeurt. Dat klopt. Dat kan alleen dan. En voor ons is het, denk ik, zorg dat je klaargestoomd wordt om dat te kunnen doen. Wat het mooie wel daarvan is denk ik dat ze willen wel weer de kennis en de creativiteit ook behouden.
En dat vind ik dan wel weer heel leuk. Bij ons gaat het vaak over schaalbaarheid, hè? Zeggen mensen. Van, hè? Ja. In jullie geval één keer het recept, zeg maar, ontwikkelen, dan veel keer produceren en veel keer verkopen. Ja. Hoe ziet jullie productiecycle er nu uit? Hoe ziet je productiestraat er nu uit? Ja, ik zou eigenlijk een camera moeten meenemen. Je lacht hier op, maar dat is wel heel mooi. We gaan dit weekend weer een batch afvullen. Kijk, het produceren zelf, dat kan eigenlijk... Ik geloof dat ik tot 10.000 liter per dag zou kunnen produceren als we willen. Dus daar zit het dak nog steeds niet aan. Maar in de verpakking zit het dak of niet? In de handling van de verpakking zit wel het dak. Ja. Dus we hebben eigenlijk altijd gedaan dat we zaterdag gewoon met vrienden... en dan hebben we een afvulmachine. En dat gebeurt allemaal nog met de hand. En er wordt over dat dopje nog ingeduwd. En er wordt overal nog dit... Het is allemaal handgeschreven nog, dit... met een stiftje. En er wordt overal dichtgeplakt en een doosje gevallen. Dus die handelingen zijn er best wel veel. Dus je bent de hele dag bezig met één batch van 1500 blikken. Ja. En dat is natuurlijk... als je op een gegeven moment echt gaat opschalen... dan zijn dat dingen die je allemaal kan uitbesteden. Voor nu is het juist wel waardevol natuurlijk. Maar voor nu is dat ook een beetje de likability van het bedrijf. En ik merk dat het om me heen... Mensen vinden het eigenlijk hartstikke leuk. Het is ook de lol om dat te doen, toch, met elkaar? Het is de lol. En je zegt tegen iedereen om 10:30 ochtends, jongens, de smaakpapillen zijn op z'n vroegst. We moeten even een jenevertje drinken. En om 4:00 dan word je ook helemaal gek. En dan is het ook wel klaar. Ja. Maar het maakt het wel leuk. Weet je? Het maakt het, ik kan zeggen dat ik samen met mijn compagnons elk blik door ons handen laten gaan. Ja, er zijn niet veel bedrijven die dat nog kunnen zeggen. Ja, nou, een van de dingen die mij triggerde is, je zei eventjes om aan te geven hoe hard jullie gaan. Hoe internationaal we zijn. We zitten bij Gal en Gal, maar vooral wat je zei, we zitten bij Schiphol achter de douane, gewoon tussen al die grote jongens. Hoe krijg je dat nou in godsnaam voor elkaar? Ja. Want die belangen daar zijn mega. Ja, die Heineken. Moet je daar heel veel voor betalen om in die schappen te komen? Ja, dat is, ik denk dat, en dat is wel iets waar we op de een of andere manier weten we de hele tijd een beetje op die likability golf meten. Ik vind Gal en Gal is het ook een beetje zo geweest. Je moet ook de juiste mensen kennen natuurlijk. In dit geval zijn we via een ander ginmerk een keer voorgesteld om op gesprek te komen. En we vallen ook wel weer een beetje in de goede, met de neus in de boter, dat je ziet dat Schiphol echt aan een imago wil werken. Dus het Amsterdamse, Nederlandse, binnenlands gedestilleerd. En het was echt allemaal troep, dus hebben we er afgelopen jaar hebben ze het allemaal uitgegooid en zijn ze opnieuw gaan kijken van hey, wat meer naar de hippe dingen. Wat willen we gaan doen? Dus weet je, normaal gesproken, die displays op Schiphol, dus dan sta je vooraan de winkel. Ja, ik geloof dat je 2.000-3.000 euro per week betaalt. Nee, wij stonden overal op elke display en ik heb geen euro betaald. Maar het is fun omdat we komen wel zelf langs. Ik heb er nu al 8 keer gestaan, mensen laten proeven, een blikje kopen. En dat is het beetje. Dit is ook een stukje dat we graag... Ja, we willen ambassadeurs creëren. En dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. Je zei, we richten ons op de groep 25 tot 40. Ja. Behalve het maken van het product en dat jullie zelf deel van de doelgroep zijn. Wat doen jullie eraan? Hoe probeer je die doelgroep te bereiken? We staan veel op events. Vorig jaar heb ik veel festivals gestaan ook. Dus cocktails. Kijk, we drinken nu puur en naast een biertje. Jenever leent zich ook heel goed voor mixdrankjes. Dus gewoon denk aan een gin tonic, maar dan met jenever. Net zo lekker, al dan niet lekkerder. Dus dan staan we daar eigenlijk met een cocktailbarretje. Cocktails te maken en dan je bent zichtbaar met je merk. Dat soort dingen. Ja. Online. Ik heb hier voor lang gewerkt met een social media bureautje. Dus ik denk dat daar echt de toekomst ligt. Want als je kijkt naar, ik ken weinig drankmerken die het echt heel goed doen op social. Zorg dat je daar de doelgroep weet te bereiken. Dat je een soort love brand gaat worden waar mensen zich mee willen identificeren. Mm-hmm. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik denk wel dat... Dat wil iedereen. Iedereen wil het, maar als je het ziet naar de ook online verkopen. Ja, ik vraag me af hoeveel, dat moet ik niet te hard roepen, maar over 10 jaar nog een Gal en Gal bestaat. Ja. Ik weet het niet. Het zou me niet verbazen als echt alles gewoon met een klik op de knop en dat je een paar uur later je blikken hier door je brievenbus hebt. Daar wil ik wel op proberen op in te spelen. Kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Met toch... goede branding en een goed verhaal hebben.
Ja, en echt aansluiten bij de tijdsgeest, dat is wat je volgens mij vooral ook zegt, ja, in die generatie. Echt zeg, kijk, in verpakking, in distributie, in ja, de events waar je wel of ja, niet gewoon gaat. Op de ja, dingen die je doet, zorg dat je die gewoon echt take the box voor goud gaan. En ja, dat is hard werken, maar het is wel, ik vind het in ieder geval heel leuk om te zien met zo'n crowdfunding ook. Ja, weet je, dus 50% van de mensen, als niet meer, ken ik echt niet. Maar die, nee, wel, ja, die vinden dan toch, vallen ze wel voor verhaal van een oude lullendrank, die wij dan, ja, toch... Mijn vader dronk vroeger Bokma. Ja, ja. Dus het kan mogelijk waarschijnlijk. Van die vierkante flessen uit, nee, de vriezer. Maar, ja, ja. Nee, maar wat jij zegt is, kijk, die crowdfunding actie voor jullie is natuurlijk een mooi bewijs van de gunfactor die jullie kennelijk gecreëerd hebben. Hè? Want mensen stoppen er niet in omdat ze er... Nee, het blijft wel een risico ook, crowdfunding, ja, natuurlijk. Ja. En nee, precies, dat denk ik dus ook. En ja, vergis je niet, kijk, veel mensen denken altijd dat gin en rum of zo het heel groot is, maar jenever is nog steeds, en dan heb ik niet over mijn blikjes, maar de meest gedronken spirit van Nederland ook. 11 ja, miljoen liter per jaar. Okay. En dan komt, geloof ik, op plek 2 komt vodka met 5 miljoen. En dan heb je een gin op 2 miljoen. Dus om er na te gaan hoeveel liters er nog doorheen gaan bij die jongens. Alleen die pakken natuurlijk heel mini-margetjes allemaal. Ja, dus, ja. Hey, waar komt die kever vandaan? Nou, dat is wel een leuke. We zochten natuurlijk een goede naam. Dus we zijn eigenlijk gaan zoeken van ja, we worden een pakkende naam die blijft hangen. Dus dacht, nee, wat ruimt er nou op jenever? Ik dacht, nou, kut. Niks schijnwoordenboek gebruik je was met Sinterklaas gedicht. Ging daar. Dat ben je niet. Ja, echt. En toen zijn we gaan kijken. Het was bever jenever. Dacht, ja, dit kan niet. Dat was wel echt te kort door de bocht. Dacht, hey, Kevin heeft eigenlijk wel leuk. En je hebt gelijk een mascotte. En met de oude spelling. Dat klinkt in het Engels ook nog. Precies, Kiefer Jenever. Maar als je zegt jenever in buiten Nederland, of in ieder geval in Engeland of Amerika, dan die J vinden ze, zijn er toch niet zo fan van. Dus Kiefer Jenever, Kiefer Genever. Dat is het eigenlijk. Het is soms, ja, sommige bedrijven duiden €15.000 voor merknaam. Wij zeggen, nou ja, met een paar borreltjes op. Ja, kunnen beter zelf bedenken. Ja, heel mooi. Hey, mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. En over een jaar, als we je dan weer spreken, waar sta je dan? Ja, ik hoop dan dat we eerst contact hebben gelegd met de Holy Grail. En dat is toch wel de Amerikaanse markt. We zijn nu in Taiwan, zitten we nu in Italië. Volgende week gaan we naartoe. Dus in het buitenland. We moeten echt veel in het buitenland gaan pompen. En de 0.0. En dan, maar tegen die tijd zit je dan niet, als je in het buitenland zo belangrijk is, dan zit je niet meer met je vrienden op zaterdag. Nee, dat denk ik niet, nee. Dus, nee, dan kan je dat niet meer doen. Hey, nee. Mooi verhaal, super, hartstikke leuk. Heel veel succes. En hier staat op nu, wat staat er, die nummers die hierop staan, hè? Serie van 52, nummer 11. Ja, dit is batch 11 en dan blikkie 52. Ja, we zijn bij batch 15 nu, geloof ik, dus dit is, ja. En dat is dat voor, heb je ook verzamelaars die alle bedjes? Nou ja, dat is echt zo. Dus er zijn, ja, dat is belangrijk, dit soort dingen, toch? Als je dit omschrijft. Dat ja, is wel. Er is een hele goede cocktailbar trouwens, als je nog een keer lekker. De Rosalia's Menagerie. En die heeft geloof ik van elke badge. Hou ze een klein blik. Dus die zegt ook tegen mij, ik proef echt verschil tussen badge 8 en badge 9. Ben ik al lang vergeten. Ja, dat is mooi. Dat is heel leuk, ja. Hey, super, heel erg bedankt. Veel succes ermee. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. Dus kijk je live dan dinsdag, volgende week dinsdag weer. Dag.